De Nationale Assemblee heeft dinsdag met 30 algemene stemmen de wet Instituut voor Chartered Accountants aangenomen. Hiermee is de wettelijke basis gelegd voor het nog op te richten instituut. De commissie die deze wet heeft voorbereid was onder leiding van Amsad Abdul. Hij stelt dat met deze wet de regering in staat zal zijn om haar belasting beter te innen. Deze ontwerpwet zal ervoor zorgen dat een instituut of chartered accountants zal worden opgericht. Dit is niets anders dan een instituut voor geregistreerde accountants. Dit instituut is van belang om de beroepsuitoefening van accountants in ons land te reguleren. Regulering betekent dat middels wet en regelgeving voor een gedegen en integer beroepsuitoefening gezorgd zal worden. Ook zal er sprake zijn van het bevorderen van kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Een bij wet erkende Institute of Chartered Accountants kan zich namelijk ook aansluiten bij mondiale en internationale beroepsorganisaties die ook andere voordelen met zich meebrengen. De accountants zullen werken voor middelgrote en grote bedrijven. Het is nog niet bekend wanneer dit instituut officieel wordt ingesteld. Pas als de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Steven Tsang, middelen beschikbaar stelt, kan het instituut starten. Minister Tsang over de verantwoordelijkheid van de accountants. De accountant is een deskundige op het stuk van de financiële administratie, financieel-administratieve controle, de administratieve organisatie, de bedrijfseconomie en het belastingsrecht. Het is standaardpraktijk dat accountants naast of tezamen met hun samenstellings- of controlepraktijk adviseren op de andere deskundigheidsgebieden waarvoor zij bij uitstek zijn opgeleid en getraind, te weten administratieve organisatie, bedrijfseconomie en belastingrecht. Het is absoluut niet zo dat het werk van de fiscaal adviseur begint waar het werk van de accountant eindigt. Integendeel vloeit de adviesfunctie van de accountant op een natuurlijke wijze voort uit zijn controlefunctie. Hij is meer dan elke andere professional in staat problemen op de genoemde deskundigheidsgebieden, waaronder ook de fiscaliteit, te signaleren en oplossingen aan te dragen. Minister van Handel, Industrie en Toerisme Steven Tsang afgelopen dinsdag in het parlement. De wet Instituut voor Chartered Accountants is met algemene 30 stemmen goedgekeurd.